Welcome, this is the Energy Vibration Lezen for the Sun, Moon and Rising Scorpionetje. Het is de 14e week. Het is de week van de energie van de Vuur Energy Vibration. Je bent een water energy element. En de week begint van 27 maart tot en met 2 april. Ik moet best wel zeggen bedankt. Bedankt voor de steun. Bedankt voor de fantastische situatie dat je hebt mij terug ingebracht. Bedankt voor de steun, bedankt voor het delen van mijn video's en dat soort van dingen. Ik vind dat het is fijn en het is prachtiger om zo te doen, zo mijn video's op te nemen van weken, zodat jullie, het wordt zo laat de laatste tijd voor jullie en dat komt door, ik heb andere dingen op mijn bord. Dus mijn week is gewoon vol en ik moet op weekend of door de week deze dingen doen. Dus ik denk, het is veel beter zo om te doen, dan kan ik gewoon alles opeens gaan uploaden. Het is best wel een week van verandering. Het is een week van ruzie. In de sens van, er is een situatie dat is ontstaan en dat komt door je partner. Ja, daar is iets wat je gaat achterkomen dat je partner is niet eerlijk. Oké, we gaan even verder, want je focus in deze week, het is de nacht van de staven. En de nacht van de staven is een fantastische energie. Omdat wanneer de nacht van de staven komt op, het is altijd voor de zakelijke mensen. Maar hier heeft niks mee te maken met zakelijk in deze week voor jou. Het heeft mee te maken met een situatie dat je probeert langzamer uit te lopen, oké? Okay? Is een situatie wat je zag dat je moet hier weg van. Dus je probeert langzamer deze situatie uit te lopen. Het is zoiets als een karmatic situatie wat je bent teruggekomen in. En je probeert jezelf langzamer uit te trekken uit deze situatie. En het gaat je best wel lukken, oké? Okay? Je bent af de weg door de situatie in deze week. Omdat deze week brengt heel veel ruzie. En, maar op eind, je hebt het gewonnen. Oké? Okay? Op eind, je hebt het gewonnen. Oké? Okay? Je komt achter wat dat een geliefde. Iemand is teruggekomen in je leven. Dat was niet eerlijk. Die was gewoon gestuurd door mensen om jouw bepaalde dingen. Het was echt niet goed. De mens. De relatie was geen relatie, zeg maar zo, oké? Het is zo, het is iemand die zegt dat je doet goed en je hebt het goed en zo. En hij wil samen met je gaan wonen. Maar het is niet dat hij houdt van jou of hij is verliefd geraakt op jou. Nee, hij is met jou van bepaalde reden, bepaalde materialistisch leven. Omdat hij ziet dat hij kan profiteren van jou, oké? En dit is wat je gaat even realiseer op maandag. Dus de energy vibration op maandag met jij en je geliefde gaat niet zo goed. Oké? Van weken stap daar bestand op dinsdag en ruzie tussen jullie twee. Omdat je komt achter dat je geliefde hebt iets gedaan. Oké? In de middel van de week, je staat gewoon stevig in je schoenen van weken stap. Jij realiseert dat je liefde, je partner, oostweber, je kan voor een zakelijke relatie of je kan echt voor je privé relatie. En dit is echt een week waar je gaat werken met je privé relatie met deze situatie. En de persoon was niet eerlijk, oké? Okay? De persoon is een valsheid bij jou terechtgekomen. Donderdag is daar groot ruzie ontstaan op donderdag. Op vrijdag, de 9 van zware is van jou gevallen. Dus, dit is best wel goed, oké? Okay? Omdat reinigen, whatever that ze hebben gedaan, de universal angels, deze situatie. Je komt achter in de weekend, dat is een organisatie, je gaat ze overwinnen, oké? Okay? Het is zo, het zegt. Diegene is in je leven teruggekomen en heb je in een organisatie of een groep mensen betrokken. Je bent betrokken in een groep mensen vanwege dat deze persoon
and the characteristic van die persoon. And what gebeurt hier is dat. What gebeurt hier is dat. Is dat. Je komt daar achter. Je komt daar achter, je staat op je poort en je gaat hem weg. Je gaat hem aan deze situatie uit je leven weg. En dit is goed omdat je gaat daar triomfant over. Je gaat het winnen. Je gaat overwinnen tegen deze groepen mensen. Tegen deze organisatie, deze groepen mensen. Diegene die heb jij in deze situatie gebracht is iemand van een lucht energy vibration persoon, oké? Het is iemand die je hebt, dat is betrokken bij jou gekomen voor wekens wat je heeft. Lucht mensen hebben dat soort of energy, especially de waterman mensen. Omdat de waterman mensen en de basecamp mensen, die trekken dat soort of dingen. De tweelingen zijn niet zo. De tweelingen zijn, die wil meer jou helpen, oké? Maar die waterman mensen en de weeskoud mensen zal dit doen. Gewoon bij jou even optrekken vanwege dat is iets wat je hebt dat ze heeft nodig. Oké? Okay? So it says, ze wil jij gebruiken om bepaalde dingen te bereiken. Maar wat gebeurt met deze dingen is dat diegene, either zakelijk of in het privéleven, dat is teruggekomen in je leven. En heb jij gebracht in een situatie, in een organisatie of een groep of mensen, is helemaal niet eerlijk. In het middel van de week, je staat op daar tussenin, want je begint echt te zien dat iets klopt niet. En je zit echt, dus dit is wat gebeurt op dinsdag. Ja? En op donderdag, dus je zit tussen de vuur, ja, maar je blijft. Je zit tussen de vuur, maar je blijft. Ja, kom op. Ja, maar je blijft. Want eerst, je hebt de vijf zware. Ja, dat is heel grote ruzie. Maar je gaat daar binnen. En dan donderdag krijg je echt met de mout. De mensen zitten letterlijk en figuurlijk om deze situatie. En je gaat het best wel winnen, want de mensen zijn niet eerlijk. Deze jongen is, so it says, iemand zegt, oh, ik ken iemand en zij hebben best wel goed. En ja, jij kan even bij haar intrekken. En jij kan doen, so it says, je van haar houden of hij houden. En hier, weet je, en de mensen, en so it says, ze doet het zodat je contract bij een organisatie, zodat ze kan van jou ook profiteren. Dus leren des mensen, je moet je ogen open te bepaalde situatie. Het is mij ook overkomen dat mensen proberen mij in zulke manier. En wat is hier is zo goed is dat je word echt, en ik zet het grote voor jullie, je gaat het overwinnen. Je gaat het overwinnen. Je gaat het echt een groot overwinning doen, schat. Dus, liefheid, maak geen zorgen hierover. Je gaat het overwinnen. De situatie wat is bij jou. En wat je bent ingetrokken. Oké? Okay? Je gaat het echt overwinnen. En voor de zekerheid, hier heb je hoop. Dat betekent dat ja, kijk in het leven als je ziet het regenboog, als je ziet het paardenschoenen, of je ziet het feestje of vuurtje, dan weet je dat geluk komt op je pad. Dus met deze dingen, want je gaat erachter komen dat je zakelijke partner of je partner is echt niet eerlijk. En hoe ze heb je ontmoeten of op je pad gekomen is op een valse manier. Okay? Dat ga je echt ontdekken in deze week. En je gaat de persoon even loslaten. En het is beter voor jou. Okay? Je komt tegen iemand anders. Laat me los. Anders krijg je dit allemaal niet. Dat gelukt. Dat komt naar je toe. Dan
krijg je niet. Dus laat diegene los, oké? Ik wens jij, jullie, een prettige week. Namaste, tot volgende week.